Mag ik het vragen? Maar wij gaan dus op een vliegtuig staan. Als je de eerste half hebt gehad. Ik krijg het niet eens op camera zo bijna. Nu gaan wij. Jongens en meiden, en welkom weer terug in zijn bij een nieuwe vlog. En het is vandaag een nieuwe dag en Jada en ik hebben hier zo net, kijk eens, onze koffers naar beneden getild. Wat ben jij aan het doen? Ik wil zeggen ingepakt, maar jij hebt deze koffer ingepakt ook. Nou, ik ben nog even mijn tasje in jouw koffer. Ah, jouw tasje gaat in mijn koffer? Ja. Oké. Kijk, het hele ding is nog vrij. Oh, wat top. Ja, jongens en meiden, het is vandaag eindelijk de dag dat wij dus naar Londen gaan vliegen. Wij vliegen vanmiddag om 1 uur 's middags daar dus naartoe. Het is een, nou, volgens mij is dat echt een vlucht van 45 minuten. Het is super kort. Een uur en 10 minuten. Maar je gaat zeg maar... Oh, dat vind ik nog best wel lang eigenlijk. Dat tenminste... Je gaat zeg maar achteruit, dus we vliegen om... 10 over 1 en we komen om 10 voor half 2 aan. Oh, dus dan lijkt het alsof het 10 minuten duurt. Ja. Want ik was aan het kijken, ik denk, kan toch niet? Een vlucht van 10 minuten. Nou gek? Ja. Het is 1 uur tijd, ja. Het is 1 uur eerder in Londen. Zeg maar. Ja. Het lijkt gewoon alsof je niet hebt gevlogen omdat je in dezelfde tijd bent gebleven. Kijk eens even hoe mooi dit eruit ziet, jongens. De spiegelwand die gisteren geplaatst is. Oh, de zon begint er nu een beetje op te vallen. Hij is net nog achter de heuvel daar volgens mij. Of achter de heuvel, de dijk bedoel ik. Maar je ziet wel echt al goed het effect. Kijk eens. Oh, ik vind het er zo dik uitzien als je... Oh. Ja, en dan helemaal wordt dit de spiegel. Maar ja, dat gaan we dus allemaal pas zien over een aantal weekjes. Wat zeg je? Ik heb een goed idee. Vertel. Laten we dit keer jouw AirTag wel installeren. In mijn portemonnee. Ja. Zodat ik hem niet kwijtraak inderdaad. Precies. Ja, echt wauw. Die verbouwing die duurt even. Maar daar heb je ook wel wat. Dat is wel echt zo. Maar ik stop nu helemaal over de verbouwing en al het andere. Want wij gaan lekker de lucht in straks. Tijd om dus de koffers en mijn tas en alles hier zo in de achterbak te leggen. Oh jee. Dat ging niet handig. Dat ging niet helemaal goed. Zet ik het lekker een heel spoor in het grind van die koffers. Ik hoop dat het in Londen ook zo lekker zonnig is als hier. Want dat zou wel fijn zijn. Ik heb nog steeds de dingen in mijn auto liggen. Zo, we gaan de auto naar achteren rijden, het hek straks goed op slot doen en het is wel leuk. Ja, en ik hebben altijd weer die tussenkomende discussies, zoals altijd. Ik ga het straks aan de vragen, kijk of ze gelijk weten wat ik bedoel. We zijn nog last minute even bezig. Dit zijn dingen die jullie vaak niet zien, hè? Het strijden voor de vlog, jongens. Hij moet nog renderen. Ik heb hem geëdit vanochtend en gisteravond. Maar hij moet nog een half uur renderen, alleen dan moet hij voor aan het stopcontact zitten. Alleen, we hebben geen half uur meer. Dan redden we niet. Nee, dan redden we niet. Nou, we zeggen doei tegen het huis. Ook al is het nu maar 2 dagjes. Of 3 dagjes eigenlijk, maar daarna zijn we weer lekker terug. Nou, 2 dagen. Ja, 2. Ik zei net dat we eigenlijk weer een klein beetje dezelfde discussie hadden als altijd. Jij wilde per se half 9 weg. Ja, het is 9 uur. 5 over 9. Ja, maar het is nu 9 uur. Ik zei, nee, al 9 uur halen we ook wel. Want we hoeven pas om 1 uur op het vliegveld te zijn. Maar we hoeven volgens mij ook niet eens in te checken. We kunnen denk ik gelijk doorlopen, omdat we alleen maar handbagage hebben. Heb je al online ingecheckt dan? Oh nee, we moeten wel weer checken. Lekker bezig. Nou, jongens. Je gaat zo even online inchecken. Ja, maar volgens mij kan het niet meer zo kort voor de vlucht. Nou, maakt allemaal niet uit. We zijn ruim op tijd. We gaan het lekker makkelijk halen. We gaan dus nu eerst naar Heemskerk toe, naar Edith. Want Edith gaat ons brengen. En dan kan mijn auto daar gewoon bij hun blijven staan. In plaats van dat die 3 dagen op Schiphol staat. Want dat is toch wel iets van 20 euro per dag daar altijd. Dat willen we niet. Nee, dat willen we niet. En dan kunnen we hem dus even beter bij Edith laten staan. Bij de moeder van Jade. De moeder van Jade. Dit is echt een vooruitgang. Laat zien. Haal hem er eens uit. We hebben hem geïnstalleerd. Eindelijk. Ik weet niet of ik hem er nog uit krijg, maar ja, kijk. Ja, hierin zit dus de AirTag. Kijk, eindelijk. Ik moet eigenlijk hier nog dicht tapen, zodat hij er echt niet uit kan vallen. Ja, klopt. Zo, maar dit is wel beter hoor. Ja. Dus stel je nou voor, we kunnen echt mijn portemonnee niet vinden. Dan doe je dit. Let op. Hoor je dit geluid? Ja, ik weet niet of de camera het hoort, maar dan weet je dus van, aha, hij komt hier zo vandaan of hij ligt hier. Als ik nu nog mijn portemonnee kwijtraak, dan weet ik het echt niet meer. Het enige wat ik nu dus eigenlijk nog altijd kwijtraak, is hetgene wat Jade nu in de handen vasthoudt, waarmee jullie mij zien. En dat is mijn camera. Ik raak dat ding 30 keer per dag kwijt. En dat overdrijf ik niet. Ik leg hem altijd neer op de open aarde. En wat zeg je dan als je hem kwijt bent? Dat ik een AirTag ervoor moet kopen. Nou, dan zeg je altijd, wie heeft mijn camera kwijtgeraakt? Ja.
wie heeft mijn camera aangeraakt? Waar is mijn camera? Ja, maar het is ook heel vaak dat sommige mensen hem zien en leggen hem even ergens anders neer. Of dan gaan ze foto's zitten maken met mijn camera, waardoor ik niet weet waar mijn camera is. 9 van de 10 keer, gisteren ook, ben jij 1 keer naar buiten gegaan, zitten we binnen, zeg je nou, huh, waar is mijn camera? Loop je naar buiten, heb je hem buiten laten liggen? Ja. Dus 9 van de 10 keer ben je het echt zelf, maar dan leg je hem echt... Ik heb het, ja, dat klopt. Ik heb het wel eens een keer geprobeerd om een AirTag op mijn camera te doen, maar dat kan dus niet, omdat je dan heel raar geluid hoort. Dus je moet eigenlijk een plakketje hebben die je er dus op kan plakken. En je had wel iets gevonden, toch, of zo? Ja, ik ben nog aan het kijken, maar dat was alleen op eBay en dat weet ik niet of dat betrouwbaar is. Ja, het kan. Nou ja, in ieder geval genoeg over de AirTags. Ze werken wel echt goed en ik ben er echt ontzettend blij mee, want sindsdien ben ik ook mijn sleutels niet meer kwijtgeraakt, want daar zit er dus ook een aan. Kijk, zo. Ah, huh? Dus dan zit hij erop. En dan zit hij hier. Oh, dat zwarte is de AirTag dus. Zo zit hij echt op de camera. Ja. Je ziet niet eens dat het een AirTag is. Dat geeft wel een veilig gevoel of zo. Want je weet dus altijd, je kan altijd zien waar die is. Maar nu gaan wij lekker dus echt naar de moeder van Jade. De moeder van Jade. Oh, wat een timing. Oh, kijk eens, er gaat net... Ah, je, nou, dat is niet helemaal goed. Er gaat net een vliegtuig hier over ons heen. Zo cool, dat in deze tunnel hierboven zit gewoon de landingsbaan. Of tenminste, een rijbaan voor de vliegtuigen. Ja, moet je niet verkeerd mikken. Wat? Nou, met landen. Nee, je moet niet landen daar zo. Oh. Hey, kijk eens. Eigen sauna. Topsauna.nl. Hey, beter sturen jullie ons even een berichtje. Hè? Ja, topsauna. Wij willen wel een topsauna. Ja. Even een toepasselijk liedje voor waar we naartoe gaan. Komt-ie. Ken je deze niet? Deze heet Landen. Ik ken wel zo'n nummer en dan doen ze aan het begin zo Landan. Oh. We zijn binnen hier zo in Heemskerk en we gaan straks gelijk naar Schiphol. Ga jij onze taxi hier vandaag? Ja, ik moet wel hier laten. Zo, dat was weer heel zagrijnig. Wat moet ik hier laten? Die sleutels, want ik moet jullie ophalen. Ja, maar mijn koffer ligt nog in de auto. Ja, dat snap ik. Oh. Volgens mij, jongens, is het dus in Londen helemaal niet zonnig. En is het daar regenachtig weer vandaag. Ik zag 80% op neerslag en dat zou wel echt een beetje jammer zijn. Zo, die is dicht. Op slot. En deze kan mee. Helemaal in stijl van mijn pak wat ik aan heb. En mijn schoenen. Nou, tijd om te gaan. We zijn bij de Schiffeltoren. Hey. Hey. Helemaal ready? Ik heb wel een beetje haast. Dag, mevrouw. Ja, nou, succes. Ik zie jullie zondag. Jojo. Zo, we gaan naar binnen hier zo. Mag ik het vragen? Oh, joh. Oh, man. Waar ga je aan het zoeken? Ja. Oh. Wij lopen de hele tijd achter jullie aan. Jullie bleven maar weglopen. Ja, wij waren hier aan het zoeken hier. Oh. De locatie. Alles goed? Ja, want ja? Heel geleden. Oh ja, dat is een high five op knuppel. Hey. Zo. Lekker, man. We staan buiten. Kijk eens. We staan recht voor het vliegtuig waar wij straks hier zo in gaan, jongens. De EasyJet. Heel veel mensen van jullie weten misschien nog niet eens wat we nou precies in Londen gaan doen. Ik heb het namelijk vorige week in de vlog verteld. Maar wij gaan dus op een vliegtuig staan. Hey. Ja, ook toch. En niet op zo'n vliegtuig als dit, gelukkig. Dat is het niet. Op een klein stuntvliegtuig. Ja, hoe heet zo'n vliegtuigje eigenlijk? Ik heb geen idee. Maar nee. Ik weet wel dat het gewoon een klein stuntvliegtuigje is. Ja. En dat we heel laag over de grond gaan vliegen en dan gaat hij allemaal manoeuvres doen. Oh god, jongens. Oh, dat heet dus wingwalk. Ja, ik had het vorige week al verteld in de vlog. Een jaar geleden was Daryl dus bij mij thuis om dit te regelen. Maar ik vertel jullie straks meer. We gaan eerst even het vliegtuig in dus hier. Zitten we dan lekker bij de nooduitgang. Echt, hij zit gewoon precies hier zo voor me. Dus als we gaan neerstorten of als er iets gebeurt, dan ben ik de persoon die hem dus hier zo waarschijnlijk moet openen. Kijk. Maar dat is wel dus extra beenruimte. Dat is wel even lekker zo. Zo, je kan lekker strekken gewoon, Jaad. Ja, joh. Hè? Ja. Top dit. Nou, gelukkig weten we wel hoe we de nooduitgang deur hier zo dus moeten openmaken. Gewoon trekken aan dit ding daar. Dat moet wel lukken. Aangekomen in het regenachtige Londen. En nu is het vliegveld in hier zo. Luton. Hey, kijk eens. Hey. Net even een lekker PCR-testje gehad weer. Hoppa. Gast, deed ze bij jou ook zo? Zo, hij ging diep in neus. Wat? Zat ze bij jou ook in je keel, zeg maar, in Nederland doen ze gewoon... Bij mij ging ze echt zo heel rustig. Oh, echt? Oh, bij mij ging die wel... Nee, bij mij deed ze echt zo achter mijn keel zo. Jeetje. Nou, we hebben in ieder geval hier een PCR-test gehad. Het is nu nog even wachten op Daryl en Axel. Spreek ik zijn naam nog goed uit of niet? SQ. Oh, SQ. Oh shit. Ja, hij zei zelf ook al dat het een naam is die niet vaak voorkomt.
Maar we zijn je er. Ik denk nog eens verkeerd uitspreekt. Ja, foutje. Wow, er zit daar een duif, daar op het randje. En check, ja, er wordt gelijk ondergekakt hier zo, hè? Stond dat niet op camera net? Want hier ook op de koffer zit het. Lekker. Hey. God, even diep hoor, jezus. Ja, lekker hoor. Ik noem je nou net trouwens voor... Ze gingen gewoon zoeken. Ja, ze gingen hard, Ik noemde je trouwens volgens mij Exiel. Het is Exiel, ja. Ik kijk uit, je wordt ondergeschreven. Onder een duim. Ja, dat is net ondergekakt. Kijk, zijn kont hangt zo precies mooi. Hij zit precies perfect daar. Kijk. Nou, het is nu alleen nog wachten op Daryl en dan zijn we helemaal compleet. Dus. Deze ze bij jou heel voorzichtig of niet? Nee, ze gingen echt twee allebei ook. Ja. En gewoon zo ze roeren. Ja, maar mij ook, what the fuck. Hey! Wat zeg je? Had u dit niet getest? Wat, in je kont? Ja. Nee, die had ik niet. Hadden we in je neus? Ja, man. Kijk, ik ben net ondergeschreven. Ja, het stond op beeld blijkbaar. Echt? Wacht, kom nu een replay. 3, 2, 1. En kijk eens even wat een dikke wagon die hier zo klaar zit, jongens. Dit is onze huurauto en het begint vandaag gelijk al moeilijk. Hebben jullie vertrouwen in mij? Wel leuk dat jullie mij meenemen en dat ik moet gaan rijden. Ja. Kijk, ik had twee keuzes eerst toen ik online ging boeken. A, of ik verzekerde gewoon de hele auto met iedereen erin. Dat was iets van 50 euro. Of B, je verzekert niet. Ja, ik had B gekozen. Nee, serieus? Ja, ik had B gekozen. Maar ik denk nu, ja, misschien toch wel verstandig. Ja, sowieso. Want jongens, kijk, ik weet niet... Nou ja, waarschijnlijk weet iedereen het wel. In Engeland moet je dus rechts rijden en dat heb ik nog nooit gedaan. Of nou ja, rechts, links rijden, maar rechts zitten. Dus dat ziet er zo uit. Het is natuurlijk helemaal anders dan dat wij het allemaal gewend zijn. Maar dat komt goed. Hé, dit ziet er zo raar uit. Een spiegelbeeld is dit. Oeh. Oeps. Sorry. Ik heb alvast een poepje gelaten in de auto, jongens. Spijt me. Zo. Ik heb een rijervaring gehad. Poeh. Zijn we nog... Een spiegeltje gelaten, jongens. Angst. Ja, oké. Dan gaan we... Het ziet er op de vlog ook heel raar uit. Want normaal gesproken ben je gewend dat iemand daar met het stuur zit. Ja, klopt. Is echt heel raar. Het ziet er ook heel leeg uit als ik hier zit, voor. Huh? Is het een elektrische auto? We hebben airbags. Ah oh, nee, tuurlijk net, dat kan je. Ik heb airbag hier. Oké. Ik ben echt een beetje zenuwachtig, maar het moet lukken. Oké, push on. Oh, dat is. Wacht. Oh. Oké, zo is die eraf. De handrem? Ja, de handrem is ook gewoon hier zo. Wat is dit? Dat hebben we nog nooit gezien. Ik zie deze hendel daar. Oké, dat maakt niet uit. Oké, jongens, ik zit echt met spanning achter het stuur. Maar het gaat er nu toch goed. Het ziet er ook zo onnatuurlijk uit dat die auto's gewoon, zeg maar, deze kant op komen. En wat ik ook zeg, of wat we net achter de kamer zat, de ruiten wisten, zeg maar, die gaan zo in plaats van zo. Kijk, wacht, let op. Komt-ie. 3, 2, 1, hop. Dat heb je toch ook niet gewend? Vet raar. Maar ik denk dat het heel snel went. Ik heb ook echt nog de vader van jaren gebeld van, yo, is het moeilijk om hier te rijden? Want hij heeft het dus blijkbaar heel vaak gedaan. En hij zei, nee hoor, je went er gelijk aan. Dus ik ga ervan uit dat het goed komt. Alleen in hartje Londen wordt het denk ik wel echt... Kijk, en hier op de rotonde staan ook gewoon pijlen dat je naar links moet. Als je nu dan... en rechts kijken dus. Ik kan ook gewoon zo de rotonde opgaan. Kijk uit, ik kom eraan! Oh! Wat? Oh ja! Oh, hey, jullie gaan wel echt fucking niet worden. Okay, nou, het is anderhalf uur rijden, dus we zijn er straks. Nou, ja, dat ik wel even. Toch eventjes. Het is dus ook hier zo, je rijdt geen kilometer per uur, maar miles per uur. Dus de borden en alles is ook allemaal heel erg aangegeven. Want hier zit dat je 50 mag bijvoorbeeld op zo'n bord. Oh, dat zag je net niet. Maar dat is dus een stuk harder volgens mij. Ah, dus we mogen doorrijden. Er staat ook wel kilometer per uur op het dashboard in het midden. Ze denken er wel hier aan. Dat zij weten gewoon dat ze een van de weinigen zijn waar ze anders zijn. Average speed check zone ahead. Oké, dat is goed. Lekker. We zijn ondertussen al een half uurtje onderweg. Gaat het een beetje goed? Hebben jullie een beetje vertrouwen in mij? Ja, ik heb een verbazing, het gaat echt goed. Ja. Moet je het zelf gaan. Ja, best wel goed. Ja. Het is alleen een beetje moeilijk inschatten nog. Nou, er is ook hier iemand, er zijn meerdere mensen die hier niet kunnen rijden. Deze meneer probeert al twee keer voor ons in te parkeren. Maar kijk, die huisjes en alles is wel echt leuk om dat zo te zien. Echt die Engelse stijl. Het is wel nog steeds een uur rijden. Het is best wel file-achtig hier zo, dus we gaan nog even door. Besef, het is dus zo druk hier in Londen dat je gewoon 48 minuten doet over 8 kilometer. Kan je nagaan. Dat is echt heel erg lang. Hé, daar gaat hier ook zo'n leuke bus voorbij. Kijk, hop, zo'n Londenbus. Maar we zijn er bijna. We staan geparkeerd. We denken dat we het laatste stukje maar beter even met de metro kunnen doen, omdat het anders veel te druk is hier. Maar we hebben deze auto namelijk morgen wel echt nodig, want we moeten 3 uur rijden morgen. Dus vandaar, met alle spullen gaan we dus nu
in de metro. Oké, maak even overal foto's van zodat we weten waar we staan. We zitten op level 1, dat is onze auto, toch? Oké, dat is onze auto, ja. Ben je het nu al vergeten? P-staf apart. Oh ja. Ja, dat komt goed. 4 PS zie ik hier staan. Oké, we filmen gewoon alles even van heel de garage, zodat we dit terug kunnen kijken, zodat we weten waar de auto staat. Zo, er staat hier echt een hele dikke Bentley trouwens. Oh, kijk even joh. Zo. Kijk eens jongens, de metro. We zitten helemaal goed. We hebben het gevonden. We gaan erin. Zo, staan we dan mannen. Ja, je zei het al, we zijn heerlijk gewoon gebleven. Ja, we zijn lekker normaal gebleven. Gewoon de metro. Gewoon lekker met de metro. Ergens hier aan het eind moeten we uitkomen. Het is allemaal niet leesbaar, maar we staan er. Ik moet dus zeggen dat ik het altijd best wel leuk vind om het OV in het buitenland te pakken. Maar in Nederland heb ik echt geen hekel aan. Maar in het buitenland is het altijd leuk om die aparte dingen te zien. De metrolijnen zijn anders. Gewoon, het ziet er allemaal wat anders uit. Twee leuke jongens tegenover me. Oh, zo. Wat? Hey Jade. Volgens mij moet je nou een mondkapje. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb hem gewoon afgedaan. Ik zie heel veel mensen zonder, ja, klopt. Volgens mij is er ook niemand die jou aan gaat spreken. Nee. Geen conducteur of zo, dat is hier niet. Maar ik kon me ergens herinneren dat Engeland alles had afgeschaft, maar dat weet ik niet. Maar ja, wie weet het wel. Nou, wij lopen hier zo de metro uit. We staan gelijk recht voor ons hotel. Hey, nou, dit is hartstikke mooi. Wat lekker, het Dorset Hotel in Londen. Ja, jullie zitten niet bij ons. Nee, het was op. Jullie zitten hotel, hoe ver verderop? 5 minuutjes lopen. 5 minuten, oh, het valt wel mee. Oké. Laten we snel inchecken, want ik moet echt plassen. Ja, nou, we zien jullie zo, denk ik. Ja. Hey, succes, hè? Jade loopt voorop. Oh, en we zijn er al gelijk. Kijk eens, 222. Nou, wat een mooi getal van de kamer. Oh, als je deze kamer had op 2202, 2022, en dan om 22 uur. Oh, ja, dat was helemaal cool geweest. Zo. Nou, mooi dit. Oh, apart slapen vanavond. Eindelijk. Yes, lekker. Wij zijn net dus binnengekomen, jongens en meiden. Het uitzicht hier is eigenlijk precies op het station waar wij dus net vandaan kwamen van de metro. Nou, dit is gewoon prima. We zijn toch waarschijnlijk niet heel veel op de kamer hier zo. We zagen wel gelijk één ding. We hebben geen wereldstacks meegenomen. Dat is wel even een dingetje wat we vergeten zijn. Dat we helemaal niet aan gedacht. Zoveel dingen zijn anders in dit land. Eigenlijk is het zo... zo onhandig als je daarbij nadenkt. Maar het lijkt me voor de Engelsen ook voornamelijk heel vervelend. Alleen ik weet niet of zij dat ook zo ervaren. Dat alles overal zeg maar anders is dan hoe jij het doet. Stopcontacten, auto rijden, links lopen, weet ik veel. Doet hij het niet? Oh, doet de stopcontact daar ook niet? Oh jee. Jongens en meiden, om nog eventjes het plan nou eigenlijk te verduidelijken waarom wij hier in Londen zijn. Ik heb het nogmaals vorige week al verteld in mijn vlog. Ik heb het ook net vanochtend al een stukje verteld in de vlog. Dat is namelijk dus omdat ik hier samen met Daryl ga wingwalken. En dat is dus inderdaad staan op een vliegtuig terwijl die de lucht in gaat. Wat echt achterlijk bizar is. Ik weet niet of jullie dit ooit voorbij hebben zien komen. Maar dat is natuurlijk echt niet normaal en eigenlijk ook levensgevaarlijk. Maar het is een uitdaging wel die je nooit veel leven gaat vergeten. Of je gaat dood. Dat kan ook. Daar gaan we niet van uit trouwens. Maar dat staat dus morgen op de planning. Dus dit wordt echt misschien wel, nou ja, een reis die ik nooit ga vergeten. Een reis van mijn leven. Bizar. Ben je bang dat ik het niet overleef? Nee, ik moet zeggen, ik heb er wel vertrouwen in. Oprecht. Oké, gelukkig. Ze mogen het natuurlijk ook niet zomaar verkopen als het echt onveilig zou zijn. Maar ik ben echt ontzettend benieuwd. We krijgen ook volgens mij 3 uur lang instructies dus morgen. Maar vandaar dat we hier dus in Londen zijn. Dit stond echt al een jaar geleden gepland. Toen had Daryl dus een billboard gekocht. En daar had hij dus iets opgezet van... Yo Jill, ik wil je aandacht, want ik heb een vraag voor je. Nou, toen heb ik hem dus een berichtje gestuurd. En zo zijn we dus met elkaar in contact gekomen. Dus het is een heel verhaal wat er eigenlijk nog aan vast zit. Maar dat hebben jullie misschien toen wel meegekregen in de vlogs. Of ik zenuwachtig ben? Niet echt, maar ik denk morgen... als we er naartoe rijden, want het is nog 3 uur rijden van de 4, dat ik dan wel echt ontzettend zenuwachtig ga worden. Wij zijn ready om te gaan. Kijk eens, make-upje erop. Ja, nou ga je even een lekker fotootje maken. Camera is helemaal prima. Maar de jongens staan beneden op ons te wachten. Wow. Hè, valt er bijna ook op? Hé. Hey. De deurklink zit aan de andere kant van de deur. Nee. Echt wel? Dat is toch ook niet zo? Dat is bij elke deur anders. Oh, hè? Nou, dat leek mij zo. Oké, we gaan naar de lift. Ik ga nu echt overal naar kijken en op letten of het anders is of niet. Ik denk dat het gewoon is. No to war. Dat vind ik een mooie, jongens. Dat vind ik een mooie. Hey, kijk eens wie er weer achter mij lopen. Hey. Waar gaan we heen? Dat is een goede vraag, want jij hebt het uitgezocht. Nee, trouwens, dat was jouw idee eigenlijk, hè? Wat heb je hier? Jij hebt hier de grootste... de grootste pancakes van Londen. Oh, van Londen? Ik dacht van de wereld. Dat is
Nou, wij noemen het gewoon van de wereld. Ik vind het ook. Het is dus een tentje hier zo waar we naartoe gaan. En je hebt daar dus inderdaad, die is 24 uur per dag open. En je hebt daar de grootste pancakes of van Londen of van de wereld. In ieder geval echt vet groot. Dus daar gaan we even naartoe. Hey, ons restaurant, deze. Dit is het restaurant van ons hotel. Kijk wat eronder staat. Ook 24 uur open. Als jullie nog niet vol zitten na de pancakes, inderdaad. Als jullie nog niet vol zitten, kunnen jullie hier nog alles is hier 24 uur open. Nou, niet alles, maar wel veel zo te zien. Polo Bar. Dit is het, jongens. Always open staat er ook gewoon. Nou, naar binnen gaan. Je moet een hele trap dus naar boven hier. Oh, dit is de eerste vloer. Oh, we hoeven daar niet meer naar boven. Hier zo moeten we zijn. Hij staat dus ook hier zo op. De Pancake Challenge. Oké, het houdt dus in. Je moet een epic 12 pancakes zetten. Dus 12 pannenkoeken op elkaar in 15 minuten. Dat moet door één persoon gedaan worden, dan krijg je hem gratis. En een fles prosecco. Van 30 euro. Oké, dus daar doen we het voor, hè? Ja, ga jij het echt proberen? Serieus. Ja, ik ga echt heel de avond onder kotsen als ik dat ga doen. Hoe gaan ze checken, vraag ik me af. Ja, gaan ze timen of zo? Misschien een beetje mee. Ja, gewoon stiekem zo. Als ze echt iemand naast me gaan staan, dan komt ook allemaal zenuwen bij kijken. Zo. Ja, kijk joh, het staat er gewoon echt dus. Nou, voor de rest kun je ook goed patatjes en weet ik allemaal dingen bestellen, maar cool. We hebben dus net gevraagd of iemand ooit deze challenge gehaald heeft. En niemand heeft het ooit gehaald. Niemand. Hoe dan? Ze laten allemaal nog de helft liggen. Hoe dan? Hoe dat groot zijn die pannenkoeken? Het zijn mini pannenkoeken. Je gaat er echt... Hoe kan ik dat? Ik heb vertrouwen in jou. Ja. Jullie helpen me ook niet. Zij heeft gewoon nog nooit iemand in dat ze elke tijd dat ze je werkt gezien dat iemand het haalde. Misschien werkt ze pas een week, dat kan ook natuurlijk net. Komt hier ook iemand naast staan? Ja, iemand gaat het straks timen inderdaad. Maar als die wint, dan krijgen we een gratis fles, prosecco. En de pannenkoeken ook gratis. En de pannenkoeken ook gratis. Ga ik nog een keer doen. Oh mijn god. Oh mijn god, hij komt. Hé, hoe is jouw eten eerder klaar dan die van ons inderdaad? 15 minuten. Maar dit staat er tijd als je de eerste half hebt genomen. Ik krijg het niet eens op camera zo bijna. Ik ben blij dat ik hem bij een lens heb. Wat? Na deze vol. Maar eerlijk, hoe is zijn eten? Ja, hoe is zijn eten eerder dan die van ons? Ik zie er gewoon echt lekker uit hoor, ik zeg eerlijk. Ik zou best wel mee willen doen, man. Ik ga met mijn handen eten. My first hap. Wat zeg je nou? My first hap, then the time is going in. Ik ben zenuwachtig. My first hap, time is going in. Okay, if you can recommend me. Correct. What drink can I, the best drink during this is? What? Okay. Hey, Engel. Yara said water is filling my very. Well, I'll set on the benefit as well. Okay. Thank you. Please, can I get a water? Heb jij nooit Engels? Hij heeft nooit Engels geleerd op school volgens mij. Oh, and one question. Does I have eat this also for the challenge? Does I have eat this? Oh, got this. If you want, yeah. But if I don't eat, it's okay. Oké, mouwen opstropen, dan gaan we. Oké, dat telt wel. Wait. Wanneer ik mijn eerst eet? When I take a hap, then the time is in. Oké. When I take a hap. Oké, zet het aan. Oké. Wow. Oh my god, okay. Bol, gaat dit. Oké. Okay. Okay. Wil je mij aan doen? Dichterbij. 3, 2, 1, go. Oké, daar gaat ie. Kom op, je kan dit. Nee, ik denk dat we niet te veel moeten. We verdubbelen de prijs. Is lekker. Oh nee, we moeten niet praten. Oh nee, we gaan niet praten. Nee. Nee, hij heeft geen tijd om iets te zeggen. Nee. Adrenaline is echt goed. Nee, niet praten, eten. Door blijven eten, niet praten tegen ons, niet luisteren aan ons. Timer. Oh, de timer. Eet door. Ik heb aan. Ze zit op je neus erop. Oké, nou dit gaat wel even. Lekker. Gaan we even door. Lekker. Veeg er al je kleding af. Lekker boeien. Ga gewoon door. Ga door. Dit kost tijd. Pak een nieuwe. We zijn lekker bezig. Kijk eens, we moeten alleen dit nog. Dit is echt superveel trouwens, maar. Gewoon niet nadenken. Niet nadenken. Zijn hele boek zit onder. Je moet niet nadenken. Gewoon doen. Douw het erin. Hop. Juist, zo moet je doen. Jij kan dit. Kom op. De pannenkoek wordt alleen maar klein. Dus dan ben je naar beneden. Dit is echt heavy. Jezus. Take off. Mis haar 5. Oh, mijn vijf. Kom. Ga je nou serieus niet meer? Kom op.
Je zit op 7 minuten. Oh, nee. Oh. Ik gooi mijn Nee, ik denk dat dit er niet meer gaat worden, man. Jawel, jawel. Je zit pas op 5 minuten. Je hebt pakken van mij, ik kan het niet maken. Kijk hoe groot ze worden ook aan de onderkant. Je hebt nog 5 minuten. En je wilt nu al gaan opgeven. Nou, kijk eens wat ik nog moet eten. Hey, dit is een afgang, man. Dat zou betekenen dat je erin gaat. Oh, waar is hij net praten? Ik ga hem sowieso opeten. Ik ga sowieso klaar. Oh. Dat zou betekenen dat je dit voor niks hebt gegeten. Ja. Dat is waar, want het was wel tegen mijn zin in. Besef, je had ook gewoon lekker een cheeseburgertje kunnen nemen. Ah, ik kan niet zo doen. Ik ga dit mijn vrouw trouwens mee helpen. Het is gewoon echt niet te doen, blijkbaar. Het is echt niet te doen. Zoveel slagroom, zoveel fruit. Ik zal stoppen. Over, yes. Opgeven. How do you think it's done? Am I a good eater? No. Ze schudt nee. Oh, even lekker. Uitbuiken op bed. Wat zal Eskiel zich slecht voelen? En jij hebt gewoon gesport net nog even. Ja, ik ben wel trots. Jij voelde je gewoon dik omdat je zag wat hij had gegeten, dat zei je. Ja, ik had zeg maar dezelfde pannenkoekjes. Maar doordat hij zoveel had gegeten, maar ik zeg maar dezelfde smaak had, had ik gewoon het gevoel alsof ik ook al die pannenkoeken had gegeten. Ja. Mezelf, ik had er 3, hè. En ik hij had er gewoon 12. Misselijk. Ja, precies. Ze waren niet eens lekker. Nee. Ik zie er al, dit lijkt echt op die zwarte spiegelwand die ze bij ons thuis gemaakt hebben nu. Ja, we zeiden net al, dat is echt een mooie kast. Ja, maar dit is ook een zwarte spiegelwand. Het is gewoon precies hetzelfde als waar ik vanochtend mee in de garage begon thuis. Het is tijd om een afscheid te nemen van deze vlog, jongens en meiden. Wij gaan lekker slapen. Ik ben ontzettend moe. Het is hier eigenlijk 10 uur, dus 11 uur Nederlandse tijd. Maar we hebben aardig lang in de auto gezeten vandaag. Toch gevlogen, dus daar word je altijd wel een beetje moe van. Dus jongens en meiden, morgen is de grote dag dat ik ga wingwalken samen met Daryl. Ik hoop nogmaals dat ik het overleef. Dat het gaat lukken en dat het allemaal goed gaat komen, maar Heb je een zware arm? Ja, okay, ik kan niet meer. Oh, dankjewel, ondersteun mijn arm even. Jongens en meiden, morgen om 6 is uiteraard weer een nieuwe vlog online, dus morgen dus de Wingwalk vlog. Ik hoop jullie er allemaal te zien, want dit gaat fucking gaaf worden. Dan zeg ik nu bedankt voor kijken, tot morgen en ik zeg la. Da.